Driekus Hoekstra, de winnaar van Bloed, Zweet en Tranen, houdt een meet and greet met een van zijn fans die via een Facebook-actie de meet and greet heeft gewonnen. Naast de ontmoeting met Driekus wordt er ook een fotoshoot gedaan. We hebben vandaag een meet and greet gehad samen met een fotoshoot met Atje Hupkes. Hij was de winnaar van de meet and greet omdat hij zeg maar om heeft gestemd met de finale. Toen heeft hij een screenshot onder het bericht geplaatst. En zodoende heeft hij de meet and greet gewonnen. Ik heb hem zo op Facebook lopen steunen. Iedereen werd gek van mij. Echt, en op de laatste, in de finale, is het zo stroom gelopen. Ik heb over de 100 verzoeken gehad. Het is gewoon gekkenhuis geweest. Giga goed, die jongen. Ik ben echt trots op hem. Hij heeft zo'n eigen sound. Een sound met een beetje, vind ik, Julio Iglesias. Een beetje Hazes. En een heel stuk van zichzelf. En dat mengelmoesje, dat is, ja, helemaal goed. Atje die steekt er wel een beetje bovenuit, weet je. Hij had ook iedere dag, vanaf show 1 heeft hij iedere dag een foto van mij erop gezet op Facebook. En dan met erbij zeg maar, van steun Driekus, weet je wel. En hij heeft nou ook, zeg maar, heeft hij hier zo even dat tatoeëren van niet janken, jongen. Daar laten zetten. Ja, het is een quote die past bij me helemaal in mijn straatje, dus ik vond hem een machtige, goede quote.